Wat een meurlucht! Kijk naar een nieuwe video. Sorry voor het lange tijd geen uploaden, maar dat komt er wel weer aan. In ieder geval fijne Pasen. Kom maar, ja. En dan zijn we dan met de eten. Ja, deze gaan dan gewoon de Jumbo binnen en koop gewoon allemaal eten. Lekker. We gaan dit uitproberen. Taste test. Knabbelspek. Nou, dan zijn we dan. En we gaan de knabbelspek uitproberen. Zo! Dat is ook zo. Oh, wat een meurlucht! Nee, zal ik er als eerste gaan proeven? Matching. Ik ben bang. Oké, klaar? Bacon smaakje aan, maar het is niet echt. Het is niet speciaal. Nee, er zit een heel klein beetje bacon in, maar het is niet heel erg lekker. Ik had echt gehoopt dat dit een smaaksensatie was. Het is niet vies, ook niet lekker. Maar ik ga het niet weer halen. Ja. Jongens, we zitten dus net te eten en we zien twee flatte gebouwen. Nee, maar wacht even, film eerst even de trap. Dus gaan we deze trap uitchecken. Dus ik loop hierheen. Er staat geen verboden toegang of zo. Dus wij denken van, hé, leuk, gaan we even doen voor de vlog. Maar dan lopen wij hier dus achter, wat ik eerst niet had gezien. Maar is hier gewoon een light gebouw. Ja, en de deur staat open. Kijk dan. Oh nee, een haak. Wat? Ik wil boven kijken gelijk. Holy shit. Daar ligt een muts. Wow, die trap is echt sketchy. Oh gast, ik ga hier niet lopen. Het zit vol met gaten. The fuck? Het is helemaal verrot, kijk dan. Kijk uit met die trap, die is al sketchy, maar ik zou echt niet naar boven gaan. Niet naar boven staan. Ik ga naar uit. Wel, ik ga gewoon even verder kijken. Wacht, gaat die deur misschien daar naar hiernaast? Oké, daar ga ik niet aan zitten, er zit één enorme spin in. Ja, staat hier gewoon een koelkast. Staat er nog spul in? Ik ga kijken. Wat een gore. Maar welke man rood? Nou ja, zet de camera maar even, we gaan naar buiten. Yo. Oké, nu gaan we naar boven. Zwem maar dan. Oké. Niks speciaals hoor. Nee. Hierboven zitten ze vaak sowieso gewoon te blowen. Hier. Is gewoon solide, kun je niks mee. Nou ja, dat andere was wel een succes, ook al was het klein. Maar gast, wat van... Daar woont gewoon nog iemand. Gast, in dat gebouw daar woont gewoon nog iemand, hè? Ja, dat is sowieso een pret flat, oftewel een crack flat. Whatever you want. Maar dit is wel nice, ouwe. Ja, zal ik boven gaan lopen? Wacht, nee, ik ga naar boven. Jij gaat hier staan. Film ik je vanaf boven. Ja. Let's go, dit. Oké, let's go. Ga buiten.
Ga even buiten staan. Ga even buiten staan. Oh shit, deze vloer die buigt. Ja, gewoon daar naartoe, dan kun je langs lopen naar het witte. Daar zo. Hè? Hier? Ja, waar je die witte dopjes ziet. Dan kun je gewoon langs, niet te dichtbij. Ja. Oh, je zal hier ondertussen gaan vallen, hè? Kijk, daar zo. Daar. Geen doppen. Ja, een soort van witte pijpjes. Gewoon hier recht voorbij. Ja. Als je wil. Oh, wat? Je kan hier het dak op. Nee, echt. Oh, gek vent. Kijk. Yo, weet je wat ik nu denk? Moet ik een keer een video gaan opnemen? Nee. Nerve more. Zal ik daar naar buiten kijken? Heb ik net gedaan. Dit is een muts. Zeg net. Maar we kunnen hier wel een keer Nerve War opnemen. Kunnen we proberen. In ieder geval, dit was hem dan weer voor deze keer. Ik hoop dat jullie de vlog leuk vonden. We hebben Vlaat de Pan midden in de stad in één keer bezocht. Waarvan we niet wisten dat het er was. Ja, dit pan. Maar dat Casa Jongerenclub ding. Dan wisten we dat het verlaten was. Maar daarachter hebben we nog nooit gekeken. Dus dat wisten we niet dat dat er was. Maar in ieder geval, we hebben een leuk bezoekje hier gehad. We hebben, ja, ik hoop een leuke vlog opgenomen. En ja. Ja, ik denk dat het eten gebeuren echt niet saai zou zijn. Maar het verlaten pand. Ja, doe vooral een duimpje omhoog, abonneer. En doe vooral even een comment voor wat je van deze video vindt. En zet er ook graag slechtere dingen in, zodat we weten of we dingen moeten verbeteren. En of we dit kanaal beter en groter kunnen maken. Misschien moeten we hier een keer een prank of zo doen. Ja, of een nerve war in het gebouw. Ja, zoiets. Laat even weten in de comments en dan abonneer even. Doe even een blauw duimpje omhoog en dan zie ik jullie wel weer bij de volgende vlog. Ja.